Want voorkomen van criminaliteit staat hoog op het lijstje van prioriteiten van de gemeente, van de politie en van alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid in de stad. En dat is niet alleen een kwestie van iets dat we op papier zetten, dat willen we ook handen en voeten geven. We willen proberen om u als inwoners of als inwonersorganisaties ook de middelen te geven, de handvatten te geven, de inspiratie te geven, de ideeën mee te geven om uw eigen ding te doen. En we willen u ook vertellen wat we vanuit gemeente en politie daaraan doen. Omdat buurt- en wijkveiligheid in onze stad belangrijk zijn. Almelo is een stad waar veiligheid goed gesteld is met de veiligheid, maar waarbij je nooit gas terug mag nemen als het gaat om het voorkomen van andere of nieuwere vormen van criminaliteit. En uw bijdrage daarbij is heel erg belangrijk. Ik ben nog nooit mensen in huis aangetroffen, ben nog nooit op heterdaad betrokken door de politie. Het is altijd voor één inbraak dat ik na 3 of 4 maanden voor één inbraak word opgepakt. Gevangenis in, gevangenis uit. Ik zal u zeggen, wat ik in de gevangenis leer, is nieuwe technieken hoe ik aan geld kom. Ik pak het, ik zet het tegen de muur. Ik wil gezien worden. Ik klim naar boven. Ik verwacht dat iemand naar buiten gaat om te zeggen, meneer, wat doet hij daar? Ik kom dichter bij de traan. En dat is de wijk. En dat niemand naar buiten gaat om te zeggen, meneer, wat doet hij daar? Als jij denkt van, dit klopt niet, er staan 2 mensen die ik niet ken, die staan in de achtertuin van de buurman, bel 112. Nou, dat doet deze persoon ook. Vervolgens geeft hij door in de WhatsApp. En de rest van de mensen, die houden hem ook in de gaten. Die zien van, nou, hij loopt daarheen. Goed, één heeft de politie aan de lijn, die kan doorgeven van, hey, daar en daar is hij toegelopen. En de personen worden gecontroleerd. Nou ja, en in dit geval was het raak. Ik moet wel bijvermelden, het is een burgerinitiatief. Dus het is niet dat wij vanuit de politie daar de kaarttrekker in zijn. Het is iets wat je zelf moet opstarten. Nou weet ik, in de Witmondbroek zijn meerdere groepen actief. He, daar zijn ook mensen die daar heel verstand van hebben. Dus maak daar ook vooral gebruik van. Probeer eens te informeren. Zijn er in mijn buurt al misschien WhatsApp-groepen actief? En probeer je daarbij aan te melden. En naar aanleiding van die buurtswaardep wordt gewoon doorgegeven door de beheerders van hij rijdt nu in deze wijk, hij rijdt nu in deze wijk, hij zit in deze wijk. En zo komen wij bij die verdachten. Wij hebben daar successen mee gehaald. Dus met andere woorden van je buurtswaardep heel belangrijk. En geef heel duidelijk door, signaleer mensen. Dan is er ook in die buurtonderzoek, vinden wij het heel belangrijk, is ook al genoemd, de camera's. De camera's. Je hebt heel verschillende camera's die inderdaad op de openbare weg, of gedeeltelijk op de openbare weg, gewoon camera's in huis. Ik kan u maar zeggen, ook weer een succesfactor. Vorige week of 2 weken geleden is er een woninginbraak geweest en die mensen hadden een camera in huis. De woninginbreker stond er heel duidelijk op. En die heeft de man gedaan, die heeft ze allemaal op internet gezet. En vanuit een wijkigheid in de landen kregen wij een berichtje van, ik ken die vent, die heeft ingebroken. En wij gaan ermee aan het werk. We krijgen 4 herkenningen van de politie uit de landen. Van, dat is die inbreker en hij zit inmiddels vast.